In 1859 het Charles Blondin die wereld aan zijn voeten gehad. Als zweefstok balanceerder het hy heen en weer tussen Canada en Amerika boor die Niagara vallen geloop. Paie toertjies gedoen, onder andere op een staan en een bykie omelet gebraai boop die touw. Maar zijn grootste toertje was toen zijn bestuurder, genaamd Harry, op zijn rug saam met hom oor die touw geloop het. Aan die andere kant het die mense in verwondering gestaan. Hy vraag toe ook vir hulle, oor die gloei hulle ek kan nie oorloop. En allemaal sê, ja, ja, ja. Toe sê, maar wie van julle vertrou om saam met my oor te loop? Of wie sal saam met my in die kruiwa oorloop? En natuurlijk het allemaal bykie stil geblei. Jy sien, dis die verskil tussen geloof en vertrouwen. Wanneer God ons nooi om te vertrou, sê hy vir ons, moenie net in my glo nie, vertrou my ook. En een onderhoud met die bestuurder het hulle vir hom gevra, nou wat het meneer Blondin vir jou gesê, wat moet jy doen? Toe sê hy, hy het vir my gesê, maak asof jy nie bestaan nie, klou my vas, vertrou my, moenie jouself balanceer nie, en gee heeltemal oor. En dis my gebed vandag vir ons.